Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van zondagochtend 12 maart. Het belooft een mooie dag te worden met flinke zonnige periode. Trek alleen af en toe wat hogere wolkenvelden voorbij. Dit is een satellietfoto van vanochtend en dan zien we Nederland ook duidelijk liggen. Er ligt hier en daar een wat witte waas overheen, en dat zijn die sluierwolken waar we mee te maken hebben vandaag maar flinke zonnige perioden dus. En dat heeft ook te maken met hoge drukgebieden. Als ik ze op de kaart even aangeef, dan zien we een hoge drukgebied boven het noordoosten van Europa en een hoge drukgebied dat eigenlijk helemaal boven de Azoren ligt, maar een uitloper heeft richting het westen van Frankrijk. En die twee hoge drukgebieden die worden belangrijk de komende dagen. Vandaag hebben we nog te maken met een zuidoostelijke stroming. Morgen zal die stroming gaan veranderen. Dan krijgen we te maken met een noordwestelijke stroming. En dat komt dat die hoge drukgebieden geleidelijk aan ja, positie iets gaan veranderen. Hier zien we dat gebeuren. Als we dan morgenmiddag kijken, dan zien we nog steeds dat hoge drukgebied boven het oosten van Europa, een ander hoge drukgebied, een krachtig hoge drukgebied boven de Azoren. En dan draait die stroming naar het noordwesten en dan komt er wel wat meer bewolking binnenschuiven in Nederland. Uh, dat is hoge bewolking. Uh, de zon die krijgt het wel iets moeilijker op dinsdag, maar daarna lijkt het weer zich weer te gaan herstellen en komt de zon weer vol op Terug. Nou vandaag is dat ook het geval. Er zijn flinke zonnige perioden en de temperatuur die loopt op naar zo'n 12 tot 16 graden. De wind waait uit het zuidoosten en is zwak tot matig. Flink wat zon dus en af en toe die wolkensluis die voorbij schuiven en het blijft natuurlijk overal droog. Dat geldt ook voor de avond en nacht en zijn er ook brede opklaringen en de temperatuur die kan dalen naar zo'n 0 tot 5 graden, de laagste temperaturen langs de oostgrens. De wind die is zwak en die zal dan morgen in de loop van de dag gaan draaien naar het noordwesten. Smiddags wordt het dan evengoed nog wel 12 tot 15 graden boven land. Maar aan zee is het toch wel aanmerkelijk frisser. De wind die waait vanaf zee en dat betekent op de stranden ik denk maximum temperaturen ergens zo tussen de 8 en de 10 graden. Wel is het ook vrij zonnig en het blijft weer overal droog. En de dagen erna nou, die zien er op zich ook nog prima uit. Dinsdag dus misschien net even wat meer bewolking, maar woensdag en donderdag toch ook weer flink wat zon bij temperaturen die op kunnen lopen op donderdag in het zuidoosten van het land. Misschien wel naar 16 of 17 graden. Vanaf vrijdag lijkt het dan langzaam, maar zeker weer wat minder te gaan worden. Later op vrijdag is er dan ook weer kans op een enkele bui. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne zondag.